Een publieksvraag. Een meneer Filip Torfs uit Rotselaar. Goedenavond, meneer Torfs. U heeft een vraag voor ons. Ja, goedenavond. Binnenkort zouden er bepaalde toestellen op de markt komen, telefoontoestellen, die in plaats van te rinkelen, een bepaald liedje weergeven. Zo zou je dan aan bepaalde personen die je goed kent, die je regelmatig opbellen, een bepaald liedje kunnen toewijzen. Bijvoorbeeld, als mijn mama belt, zou ik het liedje kunnen programmeren Mama van Heintje. Ja. Heeft het panel andere suggesties nog? Hebben wij nog andere suggesties? Nee. Meneer. Ik heb een demente tante, dat zal u niet verbazen. En als die belt, dan klinkt het muziekje Hoe je naam was, dat ben ik vergeten. Dan weet ik dat zij het is. Ja. Le téléphone son. Dan weet ik dat het de telefoon is. Ja. Als mijn vrouw belt, dan staat er bij mij op de wilde boerendochter. Maar mijn vrouw is helemaal geen wilde boerendochter, maar een man verlangt altijd naar wat hij niet heeft. Ja. Ik heb ook zo het nummer geprogrammeerd. Draai dan 797204. Dat is mijn telefoonnummer. Als mijn schoonmoeder belt, dan de begint jong van ter zake. Ik kan namelijk veel lullen. Ik vind het wel geen goed systeem, die muziek is op aan de telefoon, want elke keer als het bij mij de telefoon gaat, neem ik de radio op. Als mijn schoonmoeder belt, dan staat erop Hotel California van de Eagles. Dat is een nummer van 8 minuten en ik hoor dat heel graag. Ja. Ja. Als ze bij mij thuis bellen van de droogkuis, dan hoor je een strijkje. Wat ook gemakkelijk is, je kunt ook het systeem toepassen op de deurbel. Als je daar elektriciteit op zet, dan hoor je direct wie het is. Ja. Mijn moeder. Mijn moeder heet Mia de Wulf. Mia de Wulf. Mia de Schiewe. Mia de Wee. Kleine Stella Wee. Is Mia Schiewe. Ik heb afgesproken met de kraamkliniek. Elke keer als er een kind van mij geboren wordt, dan gaat de telefoon en dan klinkt er I was born. Hoe gaat het weer verder? Underwater. Oké, meneer, ik hoop dat wij u een paar suggesties aan de hand hebben kunnen doen. Mag ik u danken voor uw vraag?